Goed nieuws voor de ouders met hoogbegaafde kinderen. Vanaf nu kunnen ze zich aanmelden voor de plusplek bij de Kern in Castricum. Nou zijn we natuurlijk heel erg benieuwd. Wat houdt de plusplek in? Nou, de plusplek is een plek waar kinderen komen die wat intelligenter zijn dan de meeste, dan de gemiddelde leerling, laat ik het zo zeggen. En die op school vaak te weinig uitdaging krijgen en wat extra's nodig hebben. Het belangrijkste daarbij is eigenlijk dat ze hier gelijkgestemden tegenkomen. Dus andere kinderen die zijn zoals zij ook zijn. Waardoor ze zich veiliger voelen en waardoor je ook dingen aan de orde kan brengen waar ze tegenaan lopen, wat ze moeilijk vinden. Vanaf hoe oud zijn de kinderen hier welkom? Ja, we hebben eigenlijk aangegeven van groep 5 tot met 8. Maar we hebben dus ook een jongetje van groep 4. En we merken ook dat dat niet heel erg uitmaakt. Want de opdrachten die we doen, die hebben niet te maken met wat ze op school aan kennis al hebben. Maar het gaat veel meer over de manier van denken. En over het leren bijvoorbeeld. En out of the box denken. En op school is het heel erg convergent leren. Dus je krijgt iets en je moet ergens naartoe. En wij willen juist dat ze heel divergent gaan denken. Dat ze de andere kant allemaal op denken. En dat maakt niet uit of je dan in groep 4 of groep 8 zit. Dus in feite is alles bespreekbaar. Hoe ziet een dagdeel eruit? Ze komen binnen en dan gaan ze altijd met spelletjes hier van de tafel aan de slag. En dan lekker met elkaar kletsen. Dan starten we om 9 uur starten we altijd strak. En dan gaan we even wat delen. Wat is de afgelopen week allemaal gebeurd? Wat wil je nog aan anderen vertellen? Dan komt er altijd een breinkraker. Dan gaan we aan de slag met een project. En dat kunnen verschillende dingen zijn. En daarna gaan we dan altijd nog met om een hoekje denken, noemen we dat. En dan kijken we altijd van, hebben we nog tijd voor nog iets of niet? Maar we proberen wel ook altijd heel erg dat leren erin te gaan stoppen. Dat kinderen echt kunnen kijken van, ja, op wat voor manier moet ik nou iets aanpakken om verder te komen? En ja, hoe doe ik dat? En je zit hier op de plusplek? Ja. En wat is een plusplek eigenlijk? Ja, het is dingen waar je zeg maar anders na moet denken dan normaal. Het tegenovergestelde ongeveer. En mama en papa hebben jou verteld dat jij in een plusplek zit. En wat is het allerleukste wat je vindt, wat voor opdrachten je mag doen? Ik vind het allerleukste zelf met die kaartjes met allemaal een soort van verhaal. Dat je zelf vragen moet stellen en dan kom je op een gegeven moment op een verhaal. En nu zie ik dat jij een heel mooi poppetje hebt gemaakt. Wat moet dat poppetje voorstellen? Een marsmannetje. En het andere poppetje wat ernaast ligt, wat is dat? Dat is zeg maar het tegenovergestelde wat eigenlijk niet vaak hoort. Okay. Beetje anders. Nou zit jij 1 keer in de week zit jij in de plusplek. Wat is de plusplek eigenlijk? Ik denk dat het voor kinderen is die wat slimmer zijn, hoogbegaafd of zo. Daar ligt ook een boek, hoogbegaafd, nou en. En dat je dan andere dingen leert dan rekenen en taal bijvoorbeeld. Hoe je met dingen omgaat, hoe je zelf denkt en dat soort dingen. Is het nou eigenlijk stiekem heel erg leuk om hoogbegaafd te zijn en om heel slim te zijn? Ja en nee. Het is wel leuk om slim te zijn natuurlijk. Maar soms als je iets bijvoorbeeld bij vrienden probeert uit te leggen of zo, dan begrijpen ze je echt niet. En op school verveel ik me soms ook om mijn echte school. Dus dat is niet zo heel leuk. Hoe is de aanmeldingprocedure voor de plusplek? Nou, ouders die vinden ons vaak of door de school hen tipt of door via internet. En dan komen ze op hobega.nl en daar zit ook de plusklas. We hebben ook echt een plusklas met coaching aangegeven. Dan kunnen ze aangeven dat ze geïnteresseerd zijn. Meestal komt het er dan op neer dat ik of terugbel of ze mail, ligt aan wat ze achterlaten. En dan gaan we met elkaar in gesprek daarover. En de eerste keer is voor kinderen altijd, voor ouders dan eigenlijk meer, een gratis les. Zodat ze ook kunnen kijken van, is dit wat wij ervan verwachten? Is dit goed voor ons? En blijkt dat ze door willen gaan, dan blijven ze komen eigenlijk. En als laatste was ik benieuwd of u tips had voor de ouders waarvan de kinderen hier op de plusplek zitten. Of van ouders die nog niet de knoop hebben doorgehakt. De grootste tip. Ja, ik denk, kinderen voelen zich hier veilig en prettig. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat ze weer het gevoel krijgen van, ik mag er zijn. En dat voelen ze hier omdat ze zo met elkaar zijn.
En om er samen met je kind voor te zorgen dat je hoogbegaafd het kan gaan zien als een cadeautje.